Hey, hallo. Vandaag gaan we een mooie bloemenarmband maken van ballonnen. Pak een 260 ballon en pompen die 3 pompjes op. 1, 2, 3. Leg het op een knopje. Knijp even een beetje in de ballon. En dan gaan we 5 bloemblaadjes maken. Voor het eerste bloemblaadje doen we de ballon even dubbel vangen. Draaien. En dan doen we het tuutje eromheen draaien en door de ballon heen halen. Dan zit hij goed vast. En zo maken we nog 5 bloemblaadjes. Vouwen de ballon weer dubbel, draaien en we draaien hem vast. En dat doen we nog een keer. Dubbel vouwen, draaien, vastdraaien. En dan hebben we er al 3. Dan doe ik de ballon meestal even tegenaan. Draaien. Dan heb je er 4. En nu is het makkelijker om aan het blaadje te draaien in plaats van in dit gedeelte. En om dan tussen de blaadjes door vast te draaien. Dan heb je nog een klein stukje over. Dat wil je natuurlijk niet aan laten zetten. Dus met een schaar of een mesje kun je dat eraf halen. Laat de rest van de ballon leeg. En dan draai ik hem een aantal keer door de bloem. En dan zit hij goed vast. Leg die even weg. Pak een tweede ballon. Doe een heel klein beetje lucht. In de bloem. Maak er een klein bolletje van. Ik leg niet eerst een knoopje in de bloem, maak meteen een knoop met een bolletje. Dubbele knoop, zit hij goed vast. Pak de bloem. Bolletje in het midden maken. En dan maken we een lus. Eventueel kun je het restant wat je hier nog over hebt even afknippen of afsnijden. En dan kun je die doen om je pols doen. Mooi toch? Heel veel succes met oefenen!